Cambuur Leeuwarden heeft zich de afgelopen periode flink versterkt. 4 nieuwe spelers stonden er gisteren in het veld bij Cambuur. En Cambuur had in de eerste helft de gevaarlijkste momenten, zoals deze kopbal van Ruud ter Heijden, overgekomen van AGOVV. Cambuur en Veendam voetballen een beetje angstig. Het is een beetje kijken van hoe gaat het zo aan het begin van de competitie. En Cambuur voetbalt iets makkelijker in de eerste helft dan Veendam. Zoals hier. Wel verdediger van Gerard Wiekens, de aanvoerder van Veendam zoals altijd. En de overname van Cambuur. Dit is Sander van der Heijden. Even licht aangetikt door Ewald Koster. En scheidsrechter Havenkort ziet er een overtreding in. En dus een vrije trap voor Cambuur. Ongeveer 25 meter van het doel van Barry Dietewieg, de keeper van Veendam. Dan zien we een andere aanwinst van Cambuur. Michael Jansen, ex-Vitesse. Goed schot. De vingertoppen van Dietewieg. En de tweede gevaarlijke mogelijkheid voor Cambuur. Dan zitten we een minuut voor de rust. Dit is weer Michael Jansen. Dan Nasir Maggi, overgekomen van Utrecht. Tegenover Cruz Vicente. Die staat te verdedigen als een kleuter. Maggi kan er heel makkelijk langskomen. En dan Ruud ter Heijden. Heel simpel de 1-0 voor Cambuur. Een doelpunt dat nooit mag vallen. Omdat Cruz Vicente heel slecht staat te verdedigen tegenover Maggi. Maggi krijgt alle ruimte op de achterlijn. Ziet ter Heijden. En die maakt dankbaar gebruik van het buitenkansje. Dan de blessuretijd. Rachid El Khalifi. Velverdediger van Sjaak Polak. De aanwinst van Veendam. Die tot dat moment weinig had laten zien. Een paar schoten op het doel van Cambuur. Dat was het wel van Polak. Polak moet de aanjager worden voor Veendam. Gal is heel blij met zijn komst. Maar Polak is ook iemand die makkelijk gele en zelfs rode kaarten pakt. Dan nog 2 minuten te gaan. 2 minuten in de blessuretijd. En dan ligt Ruud ter Heijden ineens op de grond. Polak gaat verhaal halen. Havenkort duwt Polak weg bij ter Heijden. Er is wel degelijk iets gebeurd. Maar wat is er gebeurd? Havenkort gaat in overleg met zijn assistent scheidsrechter. Grijpt naar zijn borstzak. Is het geel? Is het rood? Het is rood voor Sjaak Polak. Zijn eerste wedstrijd voor Veendam. En dan, na 45 minuten, de rode kaart. Hij zou ter Heijden hebben nagetrapt. Ter Heijden had hem iets toegewenst. Polak ging verhaal halen. En ineens lag ter Heijden op de grond. Polak zou een schoppende beweging hebben gemaakt. De assistent scheidsrechter had het gezien. En dus rood voor Polak. Dan moet Veendam in de tweede helft dus met 10 man verder. En daarin speelde het eerste kwartier goed. Een vrije trap. De overtreding op Elwin Kloosterman. De vrije trap is van Gerard Wiekens. Goed ingeschoten. Onderkant lat. En weer in het veld. Geen doelpunt. Een goed schot van Wiekens. En daar moet Veendam het dus van hebben in de tweede helft. Als zo'n bal erin gaat, dan kan het wellicht nog leuk worden aan de lange leegte. Maar Veendam speelt wel met een man minder. En dus is Cambuur gevaarlijker. Zoals hier Ruud ter Heijden. Listig balletje. Maar Dietewieg ziet dat die bal nazeilt. En zo blijft het lange tijd 1-0 voor Cambuur. En blijft Veendam hopen. Maar de ruimte is voor Cambuur. Zoals hier. Het kaats is van Rudy Jansen. Uiteindelijk komt de bal met een gelukje bij ter Heijden. Maar Dietewieg staat goed opgesteld. Speelde niet een hele gelukkige wedstrijd. Maar in de tweede helft hield hij er toch een paar ballen goed uit. Dan de 9e hoekschop van Maggi. Bal doorgekopt en bij de tweede paal dan toch de 2-0. Danny Guit, ook een aanwinst. En zo waren de nieuwe spelers van Cambuur zeer gelukkig gisteravond. Maar wel slecht verdedigd bij Veendam. Lohuis verliest het kopduel. En invaller Michiel Hemme staat te slapen bij de tweede paal. En dus 2-0 Cambuur. Wedstrijd gespeeld. Dan Guit. Net geen geluk. 2-0. Maar of het nou 2-0 wordt, 3-0 of 4-0. Veendam gaat de wedstrijd verliezen. Uiteindelijk wordt het dan toch nog 3-0. Brion Kiefer heeft het buitenspel op. Dit is Maggi, de beste man van Cambuur. Ziet naast hem Rachid El Khalifi. En voor hem is het heel simpel. 3-0 voor Cambuur, verlies voor Veendam. En ook nog een rode kaart voor Polak.